Mensen die heel veel conditie hebben en die Schiedam eens van grote hoogte willen zien. Of mensen die willen gaan trainen, die moeten 1 of 4 maart naar de Grote Kerk. Want dan kan je grote hoogtes bereiken. Gerard, goedemorgen. Goedemorgen, John. Weer eens een keertje naast me zitten om over de kerk te praten en over weer een andere activiteit. Ja, het beklimmen van de 54 meter hoge kerktoren van de Grote of Sint-Janskerk op 1 of 4 maart. Maar ja, er zijn al zoveel boekingen binnen dat die dagen al helemaal vol zijn. Doe je toch een extra beklimming? Nou, we gaan sowieso op 8 en 11 maart gaan we ook. En daar zijn ook al reserveringen voor geboekt. En met hoeveel mensen ga je dan omhoog? Nou, we hadden eigenlijk een maximum ingesteld van ongeveer 10 personen. In verband met de risico's op bepaalde zolders van de kerktoren. En dat het overzichtelijk blijft. Ja. Maar op bepaalde dagen zijn het respectievelijk 11 en 13 mensen geworden. Omdat bij sommige latere reserveringen zaten daar gelukkig kinderen, jongeren bij. En daar was het eigenlijk een beetje voor bedoeld de komende dagen in verband met de voorjaarsvakantie. Ja. En die hebben niet zo'n zin om al die trap op te lopen natuurlijk. Die tegen hun ouders van, gaan jullie mee? Misschien wel, maar ik had gisteren toevallig een gesprek met een grootvader die met zijn kleinzoon komt van 9 jaar. Ja, en daar doe je het met name dan voor, zeker in de voorjaarsvakantie. En die opa was zo trots dat hij zijn kleinzoon kon melden dat ondanks we de 10 personen al overschreden waren, dat hij toch met zijn kleinzoon de 4e maart de toren in kan. Nou, en dat is gewoon ontzettend leuk. Het is natuurlijk hartstikke leuk om, zeker als ze in Schiedam wonen, om te zeggen van nou, we staan nu op deze hoogte. Want hoe hoog is het als je daar staat? Als je daar ongeveer staat, dan is dat plusminus 48 meter. Tot aan de haan, de windhaan die bovenop de spits staat, dat is echt 54 meter. Maar je staat ook dus zo'n 48 meter hoog boven straatniveau. Ja. Maar het is wel leuk om te zeggen van nou, zoek ons huis maar eens een keertje. Juist, bijvoorbeeld. Het is lastig zoeken, dat weet ik uit ervaring. En wat een grote verrassing is, wat vele Schiedammers en niet-Schiedammers, die uiteraard ook van harte welkom zijn om de toren te beklimmen, is dat de Schiedamse binnenstad rijk gezegend is met dakterrassen. Dat wil je niet weten hoeveel dakterrassen er in de binnenstad, als je op die toren staat, te vinden zijn. Klopt, dat verbaasde mij ook toen ik daar de eerste keer op stond. Ja, heel bijzonder, heel bijzonder. Nou is het, ik weet niet of dat nog zo is, maar in Groningen kon je gewoon de Martini-toren op, in Delft kan je de Grote Kerk op, zonder begeleiding. Hier niet? Nee, de nieuwe kerk in Delft, moet je heel eerlijk zeggen, die is nog een keer zo hoog als de toren van de Grote Kerk in Schiedam. Die is 108 meter hoog. Alleen die toren is minder risicovol om te beklimmen. Dat is een relatief veilige kerktoren. Okay. Onze kerktoren in Schiedam kent zeker vanaf de tweede, de derde, maar ook buiten op de trans, de vierde zolder, best wel wat risico's. Niet alleen dat mensen, indien ze niet begeleid worden, makkelijk zouden kunnen struikelen, maar bijvoorbeeld ook hun hoofd heel erg kunnen stoten tegen allerlei balkconstructies, vooral op de klokkenzolder. En daarom is het de bedoeling dat er begeleiding meegaat. Ja. En dan weet jij gelijk weer een heleboel leuke dingen te vertellen over de kerk natuurlijk. Over de kerktoren, gebouwd in 1380. De toren is gebouwd in de Utrechtse stijl. Over de klokken waarvan de een al bijna 600 jaar oud is. En al dat soort verhalen over het carillon. Als je de binnenstad ziet vanaf de toren aan weerszijden, de molens, alle mooie historische gebouwen. Er is zoveel te vertellen. Alarm. De middelste klok, de oudste klok. De oudste klok. Was het ook voor de landarbeiders lunchtijd en zo? Werd die daar ook voor gebruikt? Nee, in eerste instantie werd daar de zwaarste klok voor gebruikt. Okay, die komt het verst qua geluid. Die komt het verst qua geluid. Die weegt maar liefst 3,5 ton. Moet je niet op je voeten krijgen? Die moet je niet op je voeten krijgen, nee. En dat is nog niks vergeleken met bijvoorbeeld de Bourdonklok in de Oude Kerk in Delft. Want die weegt maar liefst 9 ton. Dat blijft ook aan zijn constructie eigenlijk. Maar hoe hebben ze dat in die 16e eeuw naar boven gekregen? Moet je niet over nadenken. Nee. Inderdaad. En die oudste klok, alarmklok, ook als er vijandelijke troepen aankwamen, brand, noem maar op, daar werd die oudste klok altijd voor gebruikt. Kan een klok eigenlijk wel eens vals worden, dat die een beetje bijgestemd moet worden? Nou, bijstemmen kan niet, maar wat hier in Schiedam gebeurd is, de twee oudste klokken, dus de een van 1455 en die uit 1519, die zijn allebei gebarsten. En wel, klinkt heel dof. Ja, ze hebben eigenlijk nu hun officiële, wat je zo mooi zegt, middeleeuwse sonore geluid zijn ze kwijtgeraakt door die barsten. Daar zie je niks meer van, want die klokken zijn gelast in de jaren 50 bij de Rotterdamse droogdokmaatschappij. Maar die klokken die werden tijdens koninklijke begrafenissen
respectievelijk of het voor een koning of koningin was, zo lang geluid dat de laatste klokken luiden van de toren van de Grote Kerk die nog leeft, meneer Rien Brouwer. Die vertelde mij, die klok die kreeg op zijn Schiedams gezegd, zo op zijn sodemieten, dat zo'n klok dan barstte. En dan is die voorgoed zijn hele mooie donkere geluid kwijt. Ja, ja, ja. Maar bijstellen kan je ze helaas niet meer. Nee, ik denk misschien kan je er wat afschaven of wat bijplakken. Nee, opnieuw. Je zou ze eigenlijk om moeten smelten en opnieuw gieten. Ja. Maar dan is het niet meer echt oud, hè? Dan is het niet meer oud, nee. Volgens mij hebben ze ook wel eens op die klepels, die grote dingen met juist dat soort begrafenissen, dat ze die bekleed hadden, dat het geluid wat droever, wat zachter werd. Ja, dat heb je met de MH17 ramp, met de Dag van Nationale Rouw. De Salvator in Utrechtse Domkerk, de zwaarste luidklok van ons land, 12.000 kilo. Daar hebben ze toen inderdaad stof om de klepel gedaan, zodat het geluid nog doffer klonk dan dat hij normaal op rouwtoon geluid wordt. Maar die klokken in de Domtoren worden allemaal nog op de hand geluid. En dat zijn er maar liefst 28 luidklokken. Waarvan dus de zwaarste 12 ton. En dat loopt zo af. Zijn er met z'n 28 te luiden? Of, nee, daar hebben ze een man die rondrent. Daar heb je echt een klokkenluiden schilder. Want dat heb je ook in ons land. Mensen die helemaal weg zijn van klokkenluiden. En die zich dan vrijwillig aansluiten bij zo'n gilde. En dan helpen. Bijvoorbeeld de Salvator, die moet als hij op gang is, moeten ze met 6 man, respectievelijk aan weerszijden, die klok op gang brengen. En dan als die gaat luiden, dan kan men dat respectievelijk aan beide kanten de touwen met 1 man af. Als zo'n klok eenmaal op gang is. Dan is het in beweging. Dan blijft hij gaan, ja. Ja. Kan dat hier ook nog met de hand? Nee, dat kan helaas niet meer. 1975 is meneer Rien Brouwer gestopt met zijn vrouw als klokkenluider van de Grote Kerk. En toen is alles elektrisch gemaakt. Dus sowieso luidt de kleinste klok door de week altijd om 12 uur, automatisch. Maar als we zondagochtend de klokken aanzetten voor de kerkdienst, dan moeten we 3 knoppen omdraaien en dan gaan ze alle 3 luiden, de luidklokken in de toren. Het zou best een leuke toeristische attractie zijn, luidt de klok van Schiedam. Als de gemeente toestemming geeft natuurlijk, want die liggen wel eens dwars met klokkenluiden. Dat heeft toch wel te maken dat sommige mensen daar aanstoot aan nemen. En onlangs is er dus iemand geweest die een officiële klacht bij de gemeente Schiedam heeft ingediend. Niet iedereen is ervan gediend. Ja. En de gemeente Schiedam is daar toch wel vrij strikt in. Ja. Want die klokken die hebben niet alleen een symbolische functie. Maar als de klokken zomaar voor niks gaan luiden, dan denkt iedereen in Schiedam dat er of iets ernstigs aan de hand is. Of een begrafenis of wat dan ook. Terwijl dat helemaal niet van toepassing op dat moment is. Weer de alarmfunctie van de klokken komt gewoon juist, weer terug. Juist. Zit toch nog bij de mensen erin? Nog altijd. Nog altijd. Maar goed, we hadden het over beklimmen van de toren. Wanneer was het? Nou, ze zijn al vol, hè? Ja, 1 en 4 maart zijn volgeboekt, maar voor 8 en 11 maart zijn er weer reserveringen mogelijk. Ja. Ook op die data zijn al door mensen kaarten besteld. En ik moet je heel eerlijk zeggen, John, dit is eigenlijk toch allemaal wel een beetje te danken, nou een beetje erg, aan de medewerksters van het I. Schiedam, die sinds juni vorig jaar in De Waag gevestigd zijn. Zij hebben alles op alles gesteld om een vraag, niet alleen vanuit de Schiedamse gemeenschap, maar ook van de gemeenteraad Schiedam, om de toren meer te openen voor bezoekers en voor beklimming. Nou, de dames hebben er van alles aan gedaan om dit allemaal mogelijk te maken. En ik wilde dat toch even met nadruk benoemen. Dus het I-punt Schiedam zit gewoon heel erg goed daarnaast jullie en zijn ook heel erg actief om Schiedam op de kaart te krijgen. Ook in Schiedam zelf? Ook in Schiedam zelf, uiteraard. Ja, uiteraard, ja. En jij bent dan trainer geweest al? Ik ben toevallig vorige week 3 keer achter elkaar, de 3 dagen achter elkaar moet ik zeggen, met studenten de toren op geweest. Okay. Zoals je misschien weet zijn er hier wat studenten actief in Schiedam momenteel. Onder andere van de Universiteit in Tilburg, journalistiek dames. Van de TU in Delft een aantal studenten mee naar boven genomen. Ik heb wel gezegd, dit is echt bij hoge uitzondering, want normaal moet je dit reserveren. Maar omdat deze jonge mensen de toekomst van ons land zijn en ook met Schiedam, ook weer een stukje promotie Schiedam, heb ik ze uitgenodigd om mee de toren op. Dus ik heb al een beetje geoefend, John. Okay, dat is ook wel eens nodig gezien. De conditie moet je op peil houden. Ik zou zeggen, hij moet gewoon nog wat vaker open, want er is belangstelling voor, dus dan moeten we het doen. Absoluut. En voor de mensen die het willen weten, het kost €2 om naar boven te gaan, samen met Gerard. En hij weet van alles te vertellen over de toren. Ja. Van harte welkom, van harte welkom. Jij bent ook altijd van harte welkom hier. Nu weer bedankt. Dankjewel. En een heel fijn weekend verder. Ja, en een fijne uitzending van de John. Dankjewel.